Marianne Vossen. De eerste etappe in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, wordt gewonnen door Kirsten Wild, die hier rijdt voor de Nederlandse selectie. In het Zuid-Italiaanse Margherita de Savoia sprint Wild samen met Marianne Vos om de bloemen, waar Vos net een bandlengte tekort komt. Ja, ik kan je ook niet vertellen hoe blij ik ermee ben. Echt supercool. Ja, want je ging over de finish heen en het leek wel even of je niet wist of je gewonnen had. Nee, eigenlijk lag Marianne nog voor, denk ik, tot een meter of 5 voor de streep. En mijn jump kwam net wat later, dus ik wist niet of over de streep langzaam kwam of voor de streep. Maar het was dus op de streep. We waren close. Ik zag Kirsten me wel passeren. Maar ik jumpte nog, dus ik kwam er nog iets dichterbij. Maar ja, ik zag wel dat Kirsten volgens mij gewonnen had. En ja, uiteindelijk blijkt dat dan ook uit de beelden. Maar wisten we het eigenlijk nog niet eens zeker. Ja. Hoe liep de etappe? Nou, het was eigenlijk denk ik een saaie wedstrijd om te kijken, maar ik vond het eigenlijk wel prima. Ik kom net terug van een blessure en ik wist niet zo goed wat mijn niveau was. En ja, ik denk dat het voor mij wel goed verliep. En ja, aan het eind deed mijn ploeg echt mooi werk en ja, ik ben echt super blij mee. Want je wint niet de etappe, maar toch weer lekker in het roze. Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi om in de Giro in het roze te kunnen rijden. Ik heb onderweg niet zozeer voor de puntentrui, maar voor de secondes gesprint. En ja, je weet nooit waar dat op het eind toe kan leiden. En ja, het was goed om die mee te pakken. En dat zorgt er nu voor dat ik in het rol sta. Wat betekent dat nou voor morgen? Gaan jullie je tactiek daarop aanpassen? Nou goed, het is natuurlijk allemaal nog heel dicht bij elkaar. Dus het is niet zo dat we nu morgen al heel erg verdedigend gaan rijden. Dat past nog niet in het plaatje. Dat is voor de rest van de week. Dus kunnen we morgen wel een klein beetje vuurwerk van jullie verwachten? Nou goed, vandaag was het een hele nerveuze etappe met wel een aantal aanvallen, maar ook dusdanige snelheid in de finale dat een echte vlucht er niet in zat. Ja, de vraag is of dat morgen wel gaat gebeuren, want er zijn toch wel een aantal sprintploegen die erg op de sprint zitten te kijken. Ga lekker genieten van de roze champagne. Ja, zeker.